Welkom terug. Ja, we hebben een lekker theetje gedronken daarjuist, maar nu is het toch wel uitkijken naar een goed glaasje wijn. Maar hoe kan je nu herkennen wat een goed glas wijn is? Wel, tegenwoordig moet je daar blijkbaar geen kenner meer voor zijn, want onze volgende gast heeft een app ontwikkeld waardoor je kan herkennen wat eigenlijk voor jou zelf persoonlijk een goede wijn is. Zeg ik het goed, Mark? Of is het toch niet helemaal zo? Met nuances zou ik zeggen. Allee, het is goed in die zin van... We hebben inderdaad een tool ontwikkeld om te zien... Omdat als je dikwijls aan mensen vraagt welke wijn drinkt je graag, dan vinden ze het soms zeer moeilijk om dat te verwoorden. Ja, ja dus dat is wij inderdaad. Vanuit die gedachtegoed zijn wij eigenlijk beginnen werken aan een tool om mensen te laten ontdekken welke wijn dat ze eigenlijk graag drinken. Het is toch heel persoonlijk, hè, smaak? Maar het smaak heeft is absoluut persoonlijk, maar ja. Kwaliteit moet er wel zijn. Ja. Dus, en ik denk om die kwaliteit te zoeken, dat we wel nog kenners nodig hebben. Ja, ja, tuurlijk. Die wil ik absoluut geen eer afdoen, absoluut niet. Mark, ben jij zelf een sommelier? Kan ik jou omschrijven als sommelier? Nee, eigenlijk ben ik geen sommelier. Ik ben eigenlijk een gediplomeerd wijnadviseur. Mm-hmm. En dat is verschillend van sommelier en oenoloog ook, want er zijn veel mensen met... Mijn diploma die zich oenoloog noemen, maar eigenlijk is dat niet correct, want oenoloog is iemand die wijn maakt, die aan de universiteit in Frankrijk of Engeland, in Frankrijk of Oostenrijk lessen gevolgd heeft om wijn te produceren. Dus die kent de kennis om wijn te produceren. Ja. Een sommelier is eigenlijk iemand die de kennis heeft om wijn uit te schenken, om food pairing te doen. Ja. En dus en mijn diploma zit daar ergens tussenin, in die zin dat wij in staat zijn om wijnen te analyseren, om technisch te proeven van heeft die wijn houtlaging gehad, hoe gaat die wijn evolueren, bij welk gerecht past dat best, hè? Dat stukje food pairing zit er absoluut bij. Ja. Dus eigenlijk is het een wijnadviseur, is verschillend van sommelier en oenoloog. Maar ik kan jou wel omschrijven als iemand die een ongelooflijke passie heeft voor wijnen. Dat denk ik wel, ja, dat denk ik wel. En hoe ja, is die passie gegroeid? Ik kan me niet voorstellen dat dat van kinds af aan is. Maar het is want toch dan... zeer jong begonnen. Ja, toch ja, 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 want ik heb mijn eerste wijncursus op 16-jarige leeftijd gevolgd. Ja, is dat, dus is dat wel legaal? Ja, die vraag heb ik mij toen niet gesteld. Maar in ieder geval kom ik uit een wijndrinkersfamilie. Mm-hmm. Dus ik ben echt ook opgegroeid met wijn. Hè. Dus nog altijd bij mijn ouders, die eten nooit zonder dat er wijn is. Hè. Zoveel is dat bij een boterham. Wij zijn opgegroeid met wijn. En vandaar dat de passie langzaamaan gegroeid is, denk ik. En dan heb ik chemie gestudeerd. En dan in het laatste jaar chemie begon dat toch te kriebelen om iets met wijn te doen. En maar je hebt nu onlangs wel de kans gekregen om naar een exclusief wijndomein te gaan. Als een van de enige Belgen, dacht ik, die daar ooit zijn geweest. Of misschien als uitnodiging daar wel, zijn geweest. Ooit zijn geweest, dat is niet het geval. Maar wel als enige Belg uitgenodigd voor een tasting van het huis Rufino. Rufino is een huis in Toscane, een referentie eigenlijk, die Brunello di Montalcino heeft, Vino Nobile di Montepulciano, Chianti Classico, die hebben echt grote wijnen. En voor het 140 jaar bestaan van dat huis wilden ze eigenlijk 25 invoerders wereldwijd bij elkaar brengen om een aantal blinde degustaties te doen. En dat was voor mij wel een zeer leuke uitnodiging. En ik heb tijdens een van die degustaties ook het wijnmoment van het jaar gehad. Hier zien we jou heel trots met een glas wijn in de hand. Daar kan je waarschijnlijk wel iets over vertellen, hè, Mark? Ja, dat is dus tijdens een van die blinde degustaties. Hè. Dus ik denk dat er nog een foto is, de volgende. Waarbij dat je kunt zien dat we eigenlijk 6 verschillende wijnen kregen. Allemaal top Chianti Classico, Gran Selezione, van één bepaald jaar, dus van verschillende domeinen. En de bedoeling was met die 25 invoerders een ranking te maken eigenlijk van de top Chiantis. Ja, ja. En een tweede zeer leuke degustatie was wat wij noemen een verticale degustatie. Dus dat is eigenlijk van één domein dat we verschillende jaargangen proeven. Mm-hmm. En dus we hebben 6 wijnen gekregen eigenlijk van tussen 2010 en 1955. En de bedoeling was voor die te klasseren van jong naar oud. Mm-hmm. En is dat gelukt? Wel, de jongste en de oudste, dat is op zich niet moeilijk. Hè, want als je wat in wijn thuis bent, kun je dat absoluut gemakkelijk terugvinden. Er was wel wat discussie over die wijnen die medium geëvolueerd zijn. Dat is veel moeilijker. Ja. Maar het fantastische aan dat is eigenlijk, die wijn van 1955, dat was mijn wijnmoment van het jaar. Waarom? Want als je nagaat, die wijn is ondertussen 62 jaar oud. Ja. En dus als je wijnen in topjaren bewaart in ideale omstandigheden, dan ben ik altijd zo verwonderd dat je
zo'n levend product als wijn nog kunt drinken na zoveel jaren. Ja, maar zijn die verwachtingen daar dan niet te hoog bij? Die smaak, is dat dan zo speciaal? Wel, het was voor mij niet de beste van de hele reeks, hè, want je zit daar natuurlijk op wat wij noemen tertiaire aroma's. Dat zijn aroma's van verre evolutie. Hè, dus iemand die dat graag heeft, is dat geweldig vinden, mm-hmm. maar het is toch nog altijd een fantastisch product, hè, als je dat bij het juiste gerechtje geeft. Ja. Verwachtingen hoog, wij wisten niet wat we mochten verwachten, maar het was wel fantastisch om dat te proeven uiteraard. Hè. Ja, dat zal wel een onvergetelijke ervaring zijn. Ja, toch wel. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dan gaan we het even hebben over die app die jullie hebben ontwikkeld. Hè. Ja, dus eigenlijk voor mensen die inloggen op mijnsmaakprofiel.be, die krijgen dus een diagram te zien. Hè. Op dat diagram kun je dus eigenlijk de verschillende type wijn zien die je reeds hebt aangekocht. Hè. En als je dan bijvoorbeeld op rood zou klikken, dan krijg je het volgende te zien. En in de linkerkolom staan dan eigenlijk de wijnen die binnen een bepaald profiel, hè, in dit geval het oranje is complex royaal medium, die binnen dat profiel in uw kelder liggen. Mm-hmm. En rechts krijg je dan een opsomming van wijnen die binnen dat profiel vallen en waarbij dat je als consument kunt gaan ontdekken dan, ik ga die en die eens proberen om te zien als dat ook binnen mijn smaak valt en binnen mijn wijnprofiel. Ja, dus die app is echt wel heel persoonlijk, hè? Die is heel persoonlijk, hè? Ja. De bedoeling daarvan is echt om voor een consument te laten ontdekken van welke wijn drink ik graag. Maar het kan veel meer als dat. Als je op het zoeken klikt bovenaan, dan kun je zien dat er een mogelijkheid is om te selecteren tussen ik wil deze avond een wijn drinken van die druivensoort, of ik wil een degustatie organiseren met enkele wijnen uit dat land, of ik wil binnen die prijsklasse niet zoeken. Dat gaat allemaal met die app. Hè. Mm-hmm. En dan heb je, dit is het zoeken. Tip, hè, om bij wild bij hert te eten. Dus dat is ook een mogelijkheid. Dus stel je voor dat je op de kersttafel hert hebt voorzien, dan tikt je in die app gewoon wild hert in en dan mm-hmm. krijg je de wijnen te zien die bij die hert raken. Hè. Dus dat is ook wat foodpairing. En dan kan je zelf ook nieuwe wijnen ontdekken. Dan kan je nieuwe wijnen ontdekken en die kun je dan in een score geven. Want dat is ook het toffe. Je kan je persoonlijke score geven aan elke wijn. En dat kun je ook zelf beheren in de wijnkelder. Rechts zijn de scores gegeven van de wijn. En links ziet je het aantal flessen die in je wijnkelder liggen. Ja, ja. En dus als je bij ons een aankoop hebt gedaan, dan kunt je, moet je eigenlijk niks ondernemen. Automatisch wordt dat geüpload naar je wijnkelder. Heb je er twee gedronken, dan doe je gewoon -2 en je wijnkelder blijft altijd up-to-date. Dan staat er dan ook een waarschuwing op die app, zo van, pas op, waarschuwing, uw wijnkelder is bijna leeg. Nee, zo ver gaan zo we ver niet. Zo ver gaan we nog niet. Goed, dat lijkt me wel heel interessant om zo'n app te hebben. En wel, de dat bedoeling evolueert is aan de hand, waarschijnlijk. Ja. Dus de bedoeling is echt aan de hand van de scores die je geeft, type wijnen die je koopt, dat je echt gaat ontdekken van dit is mijn smaakprofiel, bij dat drink ik het liefst. Mm-hmm. Goed, om af te sluiten gaan wij nog een paar tips vragen aan jou, hè? Want de feesten komen er weer aan, dan geven mensen graag cadeautjes. En wijn hoort daar ook bij, hè? Mensen geven graag wijn. Hè? Ja, ja, ja. Ook bij firma's en zo, wij verzorgen heel veel relatiegeschenken en we zien toch nog altijd dat dat zeer populair blijft bij de mensen om als cadeau te krijgen. Hè? Welke wijn zou jij schenken? Wel, ik heb hier 4 flesjes bij, hè, dus 2 nieuwkomers in ons gamma en die ondertussen echt bestsellers geworden zijn. Dus het zijn 2 wijnen die we dit jaar ontdekt hebben. En de eerste is een wijn van Galicië. En het is ook niet de eerste keer dat ik hier met een witwijn van Galicië zit. Nee. Niet maar om te zeggen dat voor mij in Galicië maken ze echt wel interessante witte wijnen voor mensen die houden van aromatische en frisse witte wijnen. En waar kan je die bij drinken? Dit kun je perfect drinken bij gegrilde vis, mm-hmm. bij gerookte zalm of vis en papillot. Ja. Dus het is een zeer aromatische wijn, gemaakt van 100% Albarino, hè, dat is de plaatselijke druif daar. En je krijgt dus eigenlijk aroma's van citrusachtige toetsen, floraal, mineraliteit, maar met een zeer lange afdronk. Ik vind dat wel een beetje frustrerend hoor, om daar zo over te praten zonder dat we kunnen proeven. Maar dat gaan we straks onmiddellijk doen na de uitzending. Zullen stel dat doen, ik voor. Ja. Ja, ja. Niet tijdens het werk. Nee. Oké, wat heb je nog bij? En de tweede wijn die ik bij heb is Castorani. En Castorani is een wijn uit Italië, uit Abruzzo. Mm-hmm. En het is gemaakt van de Montepulciano druif. En dat is een druif die veel kleur geeft, heel diep van kleur is, violette toetsen geeft. En dat is een 2012 die ondertussen ook wat geëvolueerd is, hè, wat houtlaring gekregen heeft. Mm-hmm. En dus een
rijke, complexe wijn eigenlijk, die aroma's heeft van vanille, chocolade. En dat gaat perfect eigenlijk bij alles wat nu in dit moment is. Gerijpt rundvlees is zeer in. Mm-hmm. En dus dat is een ideale begeleider eigenlijk van dat gerijpt rundvlees. Ja. En dan heb ik twee betere flesjes bij, zeg maar, die... Dat zijn de flesjes die jij zelf zal uitdrinken met de feestdagen. Ja, de kans is zeer groot. Ja, dat is hetgeen waar ik toch naar uitkijk om die nog eens te proeven. En de eerste is afkomstig uit Frankrijk, uit de noordelijke Rhône. En in de noordelijke Rhône doen ze eigenlijk terrasbouw. Hè, want dat is een klein domein. Hè, dus Benjamin en David zijn de vierde generatie die produceren. En ze hebben eigenlijk 6 hectare wijngaarden. En op die 6 hectare wijngaarden hebben ze 6 kilometer muurtjes. Hè, dus dat is telkens in terrasbouw gemaakt. En dat is 100% Viognier-druif. Hè. Mm-hmm. Ook met een opvoeding op hout enzovoort. En je krijgt dus eigenlijk een vettige, romige wijn met aroma's van abrikoos, gedroogd fruit. En dat is eigenlijk een fantastische wijn om bij Sint-Jacobsvruchten te geven of gegrilde kreeft of zelf kalfswezerik. Ja, je weet al wat je gaat eten bij die wijn, dat is duidelijk. Ja, maar ik zeg doorgaans aan degene die kookt voor ons van, kijk, we gaan dat drinken, maak dat erbij. Ah, ja, dat doe je. Ja. Oké. En dan nog één laatste. En dan hebben we nog een klassieker eigenlijk, hè. Een Bordeaux, deuxième Grand Cru Classé, uit Saint-Julien, hè, dus gelegen naast Bechevel. En dat is een klassieke wijn, maar zeer goed gemaakt. Hè. Dus dat is een wijn die altijd wel wat lagering nodig heeft. En zoals je weet hebben we fantastische wijnkelders bij ons om wijnen lang te laten bewaren. En dit is dus 2006, hebben we 10 jaar in onze kelders laten bewaren, laten rijpen. En die is nu drinkklaar. Mm-hmm. Die zal dus ook wel in een hogere prijsklasse zitten waarschijnlijk. Wel ja, die twee zijn toch wel wat duurder, maar met de feestdagen mag het iets mag meer het zijn. Wel, hè. Ja, ja, absoluut. Wel, dan weten wij weer al wat meer, hè, Mark. Dank je wel voor alle tips. Nee, graag gedaan. Geniet van de feestdagen, want dat zal sowieso wel gebeuren met deze wijn. Ik denk het ook. En ik wens je ook prettige feestdagen toe. En aan alle kijkers ook, zou ik zeggen. Ja. En dat ze de leuze niet vergeten van life is too short to drink bad wine. Voilà. Veel succes met de app. Die gaat er zeker bij helpen. Die gaat er bij helpen, ja. Dank u. Oké, wij gaan weer afscheid moeten nemen. Dit was Cocktail, maar blijf nog even bij ons, want straks geef ik het woord aan de redactie. Tot zo.